Het Vlaams Belang waarschuwt vandaag tegen de islamisering van onze samenleving. Als er vandaag aanslagen zijn, jihadistisch geweld, Syrië-strijders, dan is dat het gevolg van het feit dat we veel te lax zijn geweest gedurende al die jaren ten aanzien van de islam, die geradicaliseerd is. Maar die radicale islam zit als een kuiken in het ei van de islam. En dus vinden wij dat er een aantal maatregelen moeten genomen worden. Bijvoorbeeld het sluiten van een vijftal radicale moskeeën in Antwerpen, waar het jihad gepredikt wordt en waar geronseld wordt voor Syrië. Ja, wel, er komt ook in Antwerpen op maandag 23 januari een betoging van PDGA Vlaanderen waar men zal waarschuwen tegen de islamisering. Wij roepen onze leden op om aanwezig te zijn en ik zal er persoonlijk zeker ook bij zijn. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. Jij komt toch iets mee in de aanpak van het jihadisme in deze stad. Deze persconferentie was al gepland en het thema van de persconferentie was al gepland voor de aanslag in Parijs. We hadden de intentie om vandaag, we hadden het doen, een islamiseringsreflex van Antwerpen aan u voor te staan. Het is natuurlijk spijtig dat onze waarschuwingen al die jaren, decennia bijna, al te dikwijls in de wind werden geslagen, werden afgedaan als overdreven partijpolitiek pogingen om een probleem dat er niet was, althans in de ogen van sommigen, uit te buiten. Maar ondertussen zijn wij ingehaald geworden door de realiteit. En is het nog de situatie vandaag ernstiger dan we ooit hadden durven verwachten, met alle gevolgen van die. En dat mij horen spreken over het jihadisme in onze stad. Ik doe niet mee aan het politiek correcte verhaal over radicalisering en dergelijke meer. Dat soort van bloot woordgebruik is aan mij nooit besteed geweest, dat weten we ondertussen al. Ik denk dat we het moeten hebben over datgene waar het werkelijk over gaat. En dat is de radicale islam die in onze stad gedijt, net zoals ze in nogal wat andere grote steden gedijt. En het is in de bedding van de islam dat de radicale islam zijn ding doet, en het is in de bedding van de radicale islam dat uiteindelijk organisaties à la Sharia voor Belgium en aanverwanten kunnen recruteren voor Syrië, Irak en uiteindelijk ook het terrorisme zijn beslag krijgt. En men probeert nu te doen alsof dat allemaal met elkaar niks te maken heeft. Het verhaal van de Lode Wolfs, dat hebben we ondertussen al wel gehad, zeker. Iedereen beseft dat de terroristen binnen de radicale islam uiteindelijk binnen die gemeenschap hun ding kunnen doen en daar ook uiteindelijk gerekruteerd worden. En dat diegenen die overgaan tot het plegen van daden van geweld, terrorisme en aanverwanten, gesteund worden door een niet onbelangrijke groep van moslims in Europa, in ons land en in deze stad. En zolang men dat niet durft erkennen, zolang men niet durft erkennen dat het probleem aan zich de islam is, dat het probleem aan zich de Koran is en wat in dat boek staat waarop men zich beroept om deze aanslagen te plegen, wel, zolang vrees ik, zal het probleem niet opgelost worden. Want zolang we onze kop als een struisvogel in het zand steken, denk ik dat de problematiek alleen maar erger zal worden. Geen geïsoleerde fenomenen van lone wolves, geen verbloemen van de situatie. Durven zeggen dat de radicale islam als een kuiken in het ei van de islam zit en daar ook gedijt. En durven zeggen dat de terroristen van vandaag, Parijs, gisteren Verviers, eergisteren het Joods Museum in Brussel, Sanja voor België, u noemt ze allemaal maar op, zijn kinderen van de massa-immigratie en van de islamisering. Had men de immigratie onder controle gehouden, had men de islamisering onder controle gehouden, dan was het uiteraard nooit zo ver gekomen. Het zijn de kinderen van de multicultuur die vandaag deze aanslagen plegen. Zij hebben de Franse nationaliteit. Zij hebben de Belgische nationaliteit. En dat duidt toch
op het feit dat het beleid van het verleden, en voor wat mij betreft ook het beleid van vandaag, dat er toch wel een en ander fout is gelopen en dat we daar vandaag de gevolgen van dragen. In onze voorstellen die we straks lanceren, beperken we ons tot Antwerpen, maar iedereen zal beseffen dat de draagwijdte natuurlijk wel wat breder is dan Antwerpen. Daarom kunnen we niet anders dan het ook voor een stuk te hebben over de situatie van het moment. Nu, we weten allemaal dat jihad, die zich trouwens niet alleen beperkt tot gewapende, gewelddadige jihad, dat is ook zoiets als een economische jihad, een culturele jihad, een demografische jihad, dat die jihad inherent is aan de islam en aan de islamitische leer, en dat uiteindelijk het doel van de islamisering erin bestaat om wereldwijd een kalifaat in te voeren, om de hele wereld te islamiseren en te onderwerpen aan de wil van Allah, en overal waar het kan de sharia in te voeren. Dat betekent dat het doel van zowel de radicalen als van de gematigden uiteindelijk hetzelfde is. Alleen zijn de middelen anders. De middelen die gebruikt zijn, zijn natuurlijk verscheiden. En daarover bestaat ook binnen de islam heel wat discussie. Dat ontken ik niet, maar men moet goed beseffen, iedere islamoloog zal het met mij daarover eens zijn, dat het doel van de islam via de islamisering uiteindelijk hetzelfde is. Of men nu radicaal of gematigd is, of men nu al dan niet terroristische daden en het gebruik van geweld als dusdanig goedkeurt of niet, het doel van de islam is wat ze is. En zolang politici van traditionele partijen dat niet durven erkennen, het debat daar niet over durven voeren en in alle toonaarden blijven beweren dat de islam een godsdienst van vrede, tolerantie en verdraagzaam is, zoals Merkel die thuis hoort in Europa en inherent deel uitmaakt van Europa, ja, vrees ik dat de problemen niet zullen ophouden, wel in tegendeel. We mogen, en dan kom ik tot het Antwerpse luik van onze persconferentie, de problematiek van vandaag en die radicalisering of het radicalisme waar men het dan in politiek correcte termen over heeft, niet beperken tot het verhaal van de Syrië-strijders en de potentiële Syrië-strijders. Het gaat over veel meer dan dat, hè. Die radicalisering gebeurt ook in onze straten. Het is een soort van sluipend gif. Die radicalisering, dat betekent ook het feit dat men in de zwembaden in onze stad opnieuw het gescheiden zwemmen tussen mannen en vrouwen heeft ingevoerd. Dat vrouwen gedwongen verplicht worden via fysieke en morele terreur om de hoofddoek te dragen, om zich te sluieren en dergelijke meer. Radicalisering betekent ook de eisen rond ritueel slachten, de eisen rond halal voedsel in het onderwijs. Het feit dat in bepaalde straten in de geïslamiseerde weken geen alcohol meer kan, mag geschonken worden, geen varkensvlees meer kan, mag verkocht en gegeten worden. Radicalisering betekent ook Arabische opschriften op onze ruiten. Dat allemaal afzonderen van het verhaal van de radicalisering is naïef en vooral gevaarlijk, als u het mij vraagt. Nu, ik zei ook, het islamiseringsproces slaven het gif is. En daarom vind ik het nuttig om het islamiseringsproces ook te meten. Want meten is weten, zegt men mij. En daarom hebben we een poging gedaan om een islamiseringsindex op te staan. Met dank aan mijn medewerker Salva Roy, die zich aan deze oefening heeft gewaagd en dat toch succesvol heeft gedaan. En die islamiseringsindex die bestaat uit een aantal parameters. We hebben dat gedaan voor de stad en dan ook voor de district. We hebben in feite drie parameters genomen. Het aantal moslims, het grondgebied van onze stad. Dat is moeilijk. 20,5% van de bevolking van deze stad is ondertussen moslim. B, percentage leerlingen dat islamlessen volgt in het basisonderwijs, het stedelijk basisonderwijs. Die cijfers
kennen we. Dat gaat eronder. De jongste 2 jaar door de schepen die niet meer vrijgeven. Maar het zijn zo, we hebben de cijfers. En C, het aantal moskeeën. Het zijn er 47. Zo moeilijk is dat niet. Trouwens, wat het aantal leerlingen die moslimonderwijs volgen in onze stad betreft, daar gaat het op dit moment over 45,58% om precies te zijn. We hebben die drie cijfers uiteindelijk gewogen en dat dan in een formule gegoten die aantoont in hoeverre de stad en de districten geïslamiseerd zijn. En op basis van deze index kunnen we dezelfde oefening doen. En als je al een partijvoorzitter Tom van Rieken zit hier naast mij, ik hoop dat dat ook zal gebeuren, of op deze studiedienst van onze partij, voor het hele land en steden met elkaar gaan vergelijken. Wat toch wel een interessante oefening is, als u het mij vraagt. Nu, we komen tot de conclusie dat wanneer we die formule, die u ook vindt in onze perstekst, en waar Sam, indien u daar vragen over hebt, zeker nog wel in en ander over zeggen, dat borgen uit, wat niet helemaal verwonderlijk is. Het zou misschien niet zo zijn, mocht Antwerpen niet één groot district zijn en Antwerpen opgedeeld worden in verschillende districten. Ik denk aan Zuid, Antwerpen Noord enzovoort enzovoort, binnen de lijn. Dan zouden die cijfers wellicht anders zijn en dan vrees ik dat Antwerpen Noord als nummer 1 uit de bus zou komen. Maar wanneer we de bestuurlijke districten van Antwerpen nemen, stellen we vast dat Borgerhout het meest geïslamiseerde district is. Op basis van de drie parameters, meer dan 35% van de inwoners van Borgerhout zijn moslim. Meer dan 60% van de leerlingen in het basisonderwijs volgt islamles. Merksem scoort hoger met 72%, maar niet voor wat de andere parameters betreft. En Borgerhout telt maar liefst 9 moskeeën op minder dan 4 vierkante kilometer. Dat brengt de moskee-index van Borgerhout op 229 om precies te zijn. En dan stellen we vast dat het minst geïslamiseerde district Berendrecht, Zandvliet, Lillo is, met een islamiseringsindex volgens onze formule van 4,45. Er zijn geen moskeeën, maar 3,3% van de bevolking is moslim. En slechts 1,1% van de leerlingen in het basisonderwijs zijn moslim. Nou, Borgerhout komt in de islamiseringsindex merkzaam. 3 is Hoboken, 4 is Deurne, 5 is Antwerpen, 6 Berchem. 7 is Wilrijk, 8 is Ekeren en 9, zoals ik al zei, is Berendrecht, Zandvliet, Lillo. Nu, zo'n index is niet alleen een speeltje voor geïnteresseerde politici, sociologen en aanverwanten, maar ook een graadmeter. Een graadmeter die wij jaarlijks willen publiek maken. En we gaan kijken, dit is het nul. Moment, als ik het zo mag uitdrukken. We gaan kijken hoe die islamiseringsindex op basis van die drie objectieve parameters evolueert in deze stad. Het geeft ons telkens ook de kans om toch eens na te gaan hoe het gesteld is met de vervreemding en de islamisering van Antwerpen. En ik vrees dat wat dat betreft we jaar na jaar zullen vaststellen dat de islamisering alleen maar zal toenemen in plaats van af te nemen. Zeker indien men niet de noodzakelijke maatregelen neemt om hier paal en perk aan te stellen. Want nogmaals, het terrorisme gedijt niet zonder de radicale islam en de radicale islam gedijt niet zonder de islam. Het zit allemaal als een kuiken in een ei. We hebben een aantal voorstellen voor wat Antwerpen betreft die uiteindelijk moeten leiden tot het beteugelen van het islamradicalisme, wat ik het jihadisme noem, want dat lijkt mij een veel betere term te zijn. Het salafistische jihadisme. Wat er moet voor zorgen ook dat we het probleem zoveel en zo goed en dat, zo kwaad als dat nog kan. Hè, want de situatie is van die aard dat dat allemaal zo simpel niet meer is. Dan vraagt dan aan ons en hoe gaat het Vlaams Belang dat die nu allemaal oplossen? Natuurlijk, wij waarschuwen al bijna 30 jaar. 30 jaar dat het uit de hand loopt. En dat zeg ik niet met cynisme. Integendeel, ik betreur dat zeer. En nu het helemaal fout gelopen is. En hoe gaat de geld het nu doen? Allee, vertel het nu eens. Nou, ik denk dat er een aantal mogelijkheden zijn. Maar dan moeten we durven tot op het bot gaan. En niet alleen de takken van de boom snoeien, maar de wortels durven aanpakken.
Dan hebben we het over een afbouwplan van het aantal moskeeën. 47 moskeeën in deze stad is veel te veel. Te meer dan het aantal van die moskeeën, en dat weet men op het stadhuis. Dat weet men bij de staatsveiligheid, dat weet men bij de politiediensten. Maar dan durft het niet aan te pakken omdat men schrik heeft voor de reacties van de moslims. Zo gaat dat niet eenmaal. Hè. Op een bepaald moment durft men bepaalde maatregelen niet meer nemen, omdat men dan in een actie-reactieverhaal zit. En het nog moeilijker wordt, denken sommigen, om de uitwassen aan te pakken. Verkeerde redenering, als men nu niet ingrijpt, dan zal het in afzienbare tijd nog veel erger zijn en nog veel moeilijker om in te grijpen. We hebben 5 moskeeën die we in ieder geval in de gesloten zien. Wat we daarover aan informatie binnenkrijgen is zeer verontrust. Onlangs nog is daar een radicale Koranschool geopend. Ik kan u daar alle details van vertellen, maar dat zou ons nog een half uur bezighouden, ik ga dat niet doen. Waarvan we weten dat het geld rechtstreeks uit radicale, zeer radicale kringen in Pakistan komt. Organisaties die in Pakistan behoren tot de tak van Al-Qaeda en dergelijke meer. Dan hebben we Katmendu Batawat, de Jamaat Tabri en dergelijke meer. Goed, dit is alweer voer voor gespecialiseerden, ik weet dat, maar helaas moeten wij ons ook als politici specialiseren, willen we in deze problematiek nog met kennis van zaken spreken. En er zijn er niet zo heel veel die de moeite doen om zich in deze thematiek te specialiseren. Die Katim al-Anbiya moskee in Antwerpen is één van de moskeeën waar de jongens van Sharia voor Belgium bijna dagelijks kwamen. Waar opgeroepen wordt om te gaan vechten in Syrië. Waar ISIS verheerlijkt wordt. Waar het radicalisme en het jihadisme en ook geweld uiteindelijk wordt goedgepraat en zelfs gestimuleerd. Men weet dat, die moskee blijft open, daar wordt niet aan geraakt, ondanks alle waarschuwingen ter zake. Tweede moskee, die met stip in onze lijst staat om te sluiten, is de Qaeda moskee op de Lelyplaats in Hobo. Uitgegroeid ondertussen tot dé verzamelplek voor extremistische Marokkaanse moslims dan weer. Wordt geronseld voor de jihad in Syrië en elders. Zijn de banden met Sharia voor Belgium die men al ruime tijd kent en waar we in het verleden voor hebben gewaarschuwd. Ook daar wordt niet ingegrepen. Derde moskee, een moslimie moskee in de Al-Fayn-straat, waar achter de schermen Nordin Taoul uiteindelijk nog steeds de plak zwaait. De man die al naar gelang het medium waarmee hij spreekt de takia toepast. Hè. De islamitische methode om uiteindelijk te vergoeilijken, te minimaliseren en zelfs te liegen wanneer dat in het belang is van de verspreiding van de eigen godsdienst. De ene keer spreekt hij voor de verovering van Europa door de islam, vergelijkt hij westerse vrouwen met dieren en is hij de man die de vrouwen allemaal de hoofddoek wil laten dragen op school. En de andere keer is hij die het geweld afzweert en de radicale islam in de band slaat en dergelijke meer. Ik ben niet de enige die mijn bedenkingen heeft bij die man. Ook de staatsveiligheid heeft dat en bestempelde Taoui trouwens in het verleden al als zijnde een moslim-extremist. Vierde moskee is de bekeerlingen moskee De Koppel. Ook zo'n moskee met 2, 3, 4 en 5 gezichten. De moskee van Suleiman van Aal, die daar de imam is. Die opduikt in filmpjes van Nederlandse jihadis, waar ook de familie van Brian de Mulder, Syrië strijder uit onze stad, duidelijk zegt dat hij daar geradicaliseerd is, dat daar hun zoon is geworven voor Syrië en dergelijke meer. Vijfde moskee is de Bangladeshi moskee op de Turkse baan. Ook daar zijn voldoende bewijzen in het verleden geweest dat daar zeer radicale praat wordt verteld. De buitenlandse contacten zijn wat dat betreft ook vrij duidelijk. En ook daar denk ik dat de sluiting aangewezen is. Maar in eerste instantie, in ieder geval, de Qaeda moskee op de Lelyplaats en de Pakistanse Katim al-Anbiya moskee in de Oranjestraat. Daar moet ingegrepen worden, denk ik. Het tweede voorstel dat wij doen is een meldingsplicht voor extremistische uitspraken en verdachte gedragingen in het stedelijk onderwijs, het OCMW, met de stedelijke ambtenaren. Er is op dit moment geen meldingsplicht. Er is het recht tot het melden van. Maar er is geen plicht
op de feiten te melden. Ik denk dat er dringend een meldingsplicht moet komen, waarbij leraars, waarbij ambtenaren van ons en meer overwant, als zodra ze iets vaststellen, de plicht hebben om dit te doen. En er moet ook een aanspreekpunt zijn, er moet één centraal meldingspunt zijn waar zowel de bevolking als de ambtenarij terecht kan bij een instituut. Wij noemen het Islam Observatorium, dat is puntje 10, ik spring wat van de hak op de tak. Islam Observatorium, waar een aantal mensen die wetenschappelijk onderlegd zijn en weten waar de islam in realiteit over gaat, die het verschil kennen. Soenitische en de andere vormen van islam op zijn minst de basisprincipes kennen, toch weten hoe het in elkaar zit, welke de verschillende organisaties zijn, hoe het werkt, enzovoort, enzovoort, daar dat Islam Observatorium bemannen en waar ook bij tekenen van extremisme, uitspraken van jihadisme en dergelijke meer, de ambtenarij, leraars, enzovoort, terecht kunnen. Stopzetting van subsidiëring aan moslimorganisaties en moskeeën. Ik heb altijd mijn grootste bedenkingen gehad dat er op basis van vrij onduidelijke criteria subsidies worden gegeven aan allemaal organisaties waarvan ik mij altijd afvraag als ze wel kosher zijn. En die worden dan gegeven door ambtenaren die nauwelijks wat afweten van die radicale islam en op basis van een paar criteria in een of ander vertoog gestemd door de gemeenteraad die subsidies uitdoen. Als ik vaststel dat de Meligorische moskee in Antwerpen-Noord, de Hurzus moskee, om dat Turkse woord uit te spreken, die openlijk banden onderhoudt met Meligorus, uiteindelijk wordt gesubsidieerd door de stad en heb ik daar mijn bedenkingen bij. De Huzur moskee, de El Mushinin moskee die gesubsidieerd wordt, organisaties zoals Minara en Al-Mawada, waar men toch allemaal weet hoe ver het is en wat daar gepredikt wordt, krijgen subsidies. Ik heb er mijn bedenkingen bij. Wij vragen in Antwerpen dat er natuurlijk ook problemen aan de wortel aanpakt. En dat betekent een immigratiestop, inschrijvingsstop invoeren voor niet-Europese vreemdelingen. Wij vragen ook de oprichting van een vrijwillige immigratiedienst. En u zult misschien wat verwonderd zijn, maar wij vinden dat we die radicalen, de jihadisten, niet bij de les moeten houden. We zijn die liefst zo rap mogelijk kwijt. Hoe sneller, hoe liever. Dat betekent dat dit soort van mensen moeten gestimuleerd worden om het land te verlaten. Nog vragen of opmerkingen hebt, dan ben ik en samen met Sam, die de Islam Index heeft op papier gezet, mijn partijvoorzitter en mijn groepenvoorzitter Jan Pijn, is gemeenteraadslid dit Wim van Oswald, goed overigens Gerl Barnas, Bruno Valkenis en Anker van der Beers van Schulden, die andere verplichtingen hebben vandaag. Maar als u vragen hebt, dan zijn we graag bereid om die te beantwoorden. Ik kan u nog melden dat wat ik hier nu vertel, dat ik dat ietsje beknopter ook in de gemeenteraad binnen anderhalve week nog eens zal herhalen en vragen aan de burgemeester wat zijn concrete maatregelen zijn. Wel, het is natuurlijk de bedoeling om die radicale islam, die wel wat groter is dan die paar tientallen Syrië-strijders, maar wellicht vele duizenden, misschien tienduizenden aanhangers stelt in onze stad, om die met wortel en tak uit te roeien. We moeten de bokken van de geiten scheiden. Want die radicale islam is een groot gevaar. Het jihadisme beperkt zich niet alleen tot aanslagen. Er is ook de culturele, de economische, de demografische jihad die ons bedreigt. Niet alleen in Europa, maar ook in Afrika. En ik denk dat we daar vooral voor moeten durven waarschuwen en niet omwille van politiek correcte redenen doen alsof er niks aan de hand is. Maar in de rest van Europa is islamisering vooral onze Europese steden een gevoel geven niet meer thuis te zijn in onze eigen steden. En uiteraard, de naam Pegida uit Duitsland in Dresden heeft navolging en ook hier bij ons in Vlaanderen. Een initieel initiatief is hier op de handschoenmarkt een manifestatie te houden op 26 januari. Ik heb vandaag een bevestiging gekregen voor het te laten doorgaan, maar het is wel op de Groenplaats. En wij als Vlaams Belang, ik zal ook aanwezig zijn, ik vroeg het Filip ook, zullen aanwezig zijn en zullen onze leden ook oproepen om deel te nemen aan deze manifestatie. Ik heb getracht contact op te nemen met de organisatoren, of misschien enige ondersteuning kunnen leveren. Dat willen ze heel goed niet,
Zij willen niet een Vlaams Belangmanifestatie gaan maken. Uw woordvoerder heeft ook geen enkele uitstaans met onze partij. Maar iedereen die hun boodschap ondersteunt, dat de islamisering in onze steden te ver gaat. Het is geen de toegevingen zoals gescheiden zwemmen, haalvoedsel en zo, heeft de radicalisering van die islamjongeren niet tegengehouden. En het heeft vooral een gevoel van thuisloosheid, een gevoel waar mensen, Vlamingen, die zich niet thuis voelen in onze eigen steden, alleen maar in de hand gewerkt. Dus wij zullen, ikzelf, Filip en veel van onze mandatarissen, zullen aanwezig zijn om die boodschap, om die islamisering dat een dam voorop te werken, te ondersteunen. Zullen we veel graag te ondersteunen door onze aanwezigheid op 26 januari. Wel, het thema is Saskia of Sharia. Het is ofwel onze manier van leven, onze waarden en normen, ofwel die van de islam. En die zijn niet compatibel, die staan haaks op elkaar en dat moeten we ook uitdrukkelijk durven zeggen. En daarom zeggen we ook ja aan onze eigen cultuur en geen islamcensuur. Op dit moment is deze boodschap denk ik cruciaal. Die u achter mij ziet, Saskia of Sharia, geen eigen cultuur, geen islamcensuur. En als ik daar nog één woord aan wil toevoegen, wanneer we met deze boodschap uitpakken, dan is dat juist om de problematiek breder te schetsen dan alleen maar Syrië strijders en terrorisme. En dan is dat ook omdat die islamisering een sluipend gif is. Want ons grootste probleem voor ons als partij in onze strijd tegen de islamisering is de gewenning. Wel, ik denk dat diegenen die de radicale islam ondersteunen, die de sharia onderschrijven, die sympathiseren met het salafisme en het jihadisme, dat die hier eenvoudigweg niet thuis horen. En dan gaat het over heus wel wat meer dan een paar Syrië-strijders. Dan gaat het over een hele hoop moskeeën, dan gaat het over nogal wat moslims die hun sympathieën voor de radicale jihadistische en salafistische islam niet onder stoelen of banken steken.